Dit is de KRO op Nederland 2. Goedenavond en welkom bij de KRO met vanavond 4 programma's en ik noem ze u even. Dadelijk eerst Doe Maar, muziek en tonelen ook rondom de groep Doe Maar. Dan om 9:05 kunt u kijken naar een aflevering van de Engelse serie Hotel op Stelten. En om ongeveer 9:30 nemen we u in gedachten, maar vooral in beeld, even mee terug naar afgelopen woensdagavond, toen in Utrecht de slotmanifestatie plaatsvond van de Nederlandse Filmdagen. Daar werden de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse prijzen voor de Nederlandse film. En daar geven we u vanavond een impressie van, compleet met gesprekken met de prijswinnaars en met eregast Robert De Niro. En ons laatste programma, dat kunt u verwachten om 10:50 zo'n beetje. En dat zal een trekking zijn, de 5e om precies te zijn, voor de postrekeninghouders in de Algemene Loterij Nederland. Dat zijn de programma's, maar eerst nu iets heel anders. Het lijkt alweer een tijd geleden, maar het is helemaal niet zo lang geleden dat het werd aangekondigd en voor schrik zorgde in Nederland. De groep Doe Maar had besloten op te houden met samen op te treden. Daar moest officieel afscheid genomen worden en dat werd het ook. Op 14 april in Den Bosch vond 's middags een afscheidsconcert plaats dat toen rechtstreeks door de KRO-televisie werd uitgezonden. U weet dat waarschijnlijk nog wel, zeker als u Doe Maar fan was en bent. Maar 's avonds werd er een nog groter feest aangericht. Toen was er echt het allerlaatste concert met speciale gasten daarbij en alle tonelen die bij een dergelijk iets horen. Dat gaat u nu zien. Ruim 100 minuten, dus ga er maar voor zitten, want het was echt het afscheidsconcert van Doe Maar.